In 3, 2, 1. Woe! Zo, zo. Nou, meer toeristisch dan dit kunnen we niet hebben. Ah! En ze sloegen niet uit. Kom maar, Luciano. Waar is mama? Loop maar naar mama toe. Wie is mama? Dames en heren, en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag gaat er iets leuks gebeuren. We zijn al even een 3 kwartier ongeveer onderweg. We zijn aangekomen in Amsterdam, zoals jullie kunnen zien. En het is de hele dag alleen maar aan het regenen. Ze hebben het wel mooi gedaan met versiering hier in Amsterdam, ook daar rechts. Ja, ziet er allemaal super vet uit. En we gaan de auto eventjes parkeren in hartje Amsterdam. En we hebben echt iets heel erg leuks voor vandaag. We hebben afgesproken met 2 andere mensen. En we gaan vandaag sowieso eventjes flink shoppen. En niet alleen voor onszelf, maar vooral voor iemand anders. Die gaan we als het goed is ontmoeten hier bij de parkeerplaats. Dit is wel vet hoor. Holy moly. Zo, en dan zaten wij te denken om lampjes aan ons balkon vast te maken. Moeten we zeker doen. Zo. Ja, Amsterdam blijft toch altijd wel een soort van gezelligheid hoor. Ja. Het is met de auto echt... Het is echt chaos. Maar hey, we hebben het gered, we zijn er. Je moet gewoon niet verkeerd rijden in Amsterdam. Daar hadden Jur en ik het over. We hebben soms wel eens een afspraak in Amsterdam. En als je dan bijvoorbeeld nog 5 minuten hebt om op je afspraak te komen. En je weet van oké, het is nog 2 kilometer. Als je dan verkeerd rijdt, kom je gewoon 1/2 uur te laat. Want het is allemaal eenrichtingsverkeer. Dus dan moet je helemaal omrijden. Maar goed, we hebben het gered, we zijn er. We gaan de parkeerplaats in. Yo, 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 yo! Yo, yo! Ja, jij ook? Ja? Heel veel zin. Hi Samantha! Hoi! Oké, we gaan de auto even neerzetten. Yay! Samantha en Marjan spelen hetzelfde mobiele spelletje. Ze zitten echt alleen maar als ze onderweg zijn. Bijna alleen maar dat spelletje te spelen. Eerder moest ik ook nog wel eens auto rijden zodat Marjan een spelletje kon doen. Maar dat is wel een beetje weggegaan. Jij speelde het ook. Ja, ik speel het ook, maar ik ben ermee gestopt, want het kostte te veel tijd. Ja, want als jij een spelletje speelt, dan ben je echt verslaafd. Ja, ik raak heel snel verslaafd aan spelletjes. En het is ook nog eens zo, dat normaal gesproken als ik grote boodschappen doe, ben ik lang bezig. Ja. Maar met dat spelletje zat ik soms wel een uur. Ja, nou, dus dat is niet leuk meer. Ik zal jullie eventjes uitleggen wat de bedoeling is. Sowieso hebben Shahid en ik met elkaar afgesproken. En jullie zijn gewoon mee voor de gezelligheid. Nee, we gaan verschillende dingen doen. Ik ga Shahid stylen, daar komt het op neer. En Marjan en Samantha gaan precies dezelfde outfit aandoen. Gewoon precies hetzelfde. Want als jullie elkaar omdraaien... Nee, ik zei elkaar omdraaien. Nu draaien jullie je eigen om. Dat was een instinker, hè? Nee, maar van de achterkant lijken jullie gewoon zoveel op elkaar. En dat wordt ook zo vaak in de vlogs gezegd. Ja, nu ook heel erg. Dus het lijkt ons geniaal als zij precies dezelfde outfit aan gaan doen. Want dan zijn ze nog meer identiek aan elkaar. Ja, en ik krijg gewoon heel vaak, en dat vind ik heel erg tof. Ik krijg gewoon heel vaak complimentjes van Sheet. Die zeggen, Enzo, hoe doe je dat toch altijd? Jij mixt altijd dingen. Jij doet altijd een kleur van een petje, doe je altijd matchen met je schoenen. Of met iets anders. En toen zei Sheet van, neem mij mee en ga mij stylen. Dus ik ben benieuwd wat jij gaat uitkiezen voor mij. Dus ik ga jou een beetje stylen. Want ik zei tegen Sheet van niet lullig bedoeld, maar je bent soms best wel standaard gekleed. Want je bent bijna altijd volledig helemaal in het zwart. Oh, best ziel. Maar ja, we hebben op internet een fragmentje gezien dat je multimiljonair bent. Dus weet je, dat... Ik heb bijna mijn pasje zo meteen. Dus we kunnen wel even losgaan hier zo. Ja, let's go. We gaan eerst voor de dames. Ik heb al iets gevonden. Ja, is op deze te kijken. Oh, die is wel gaaf hoor. Jurkje? Het is een jurkje. Ik heb wel eens jurkjes aan. Jij hebt me wel eens in een jurkje gezien. Ja, ik vind dat super mooi. Die vlammen, weet je dat nog? Die vlammenjurk? Ja. Oh, die is echt on fire. Ja, die moet ik vaak aandoen. Hè? Ja, dat is niet normaal. Zo, kijk dit dan gek. Dan gaan ze rugbyen. Wow, die schouders. Welkom in de 90s. Oh, yo. Het zit ook allemaal vast. Dus sommige dingen zijn zo duur. Maar ja, misschien kennen jullie Balenciaga wel. Het is echt heel duur. Ik heb een vraagje. Wat is de voorkant? Dit of dit? Hoe weet je dat? Die kaartje naar de binnenkant. Maar hoe? Dit is niet echt een voorkant. Zie je dat? Daarom is het een designer collectie. Oké, duidelijk, duidelijk. Gek mogelijk idee verzinnen en dan slaat het aan. Oké. Dan is het design. Ja. Als je het niet begrijpt, is het designer, duidelijk. Wat vinden jullie hiervan dan? Ik vind dat wel mooi. Ik vind het ook wel mooi, maar ik weet niet hoe dat zit. Voor mij is het heel kort. Oké. Je hebt echt een hoge broek erbij aan. Ik vind het wel vet. Ja, en dan samen met Shahid iets verzinnen. En dan een riem erbij. Gruwelijk. Ja, wij moeten iets verzinnen, hé bro. Er is heel groot hier, zeg maar. Nee, snap je dit toch niet? Het is meer lente. Ja. Nou, dan moeten we ergens anders heen.
Wow, dan had ik maar zo'n vrouwtje. Jongen, neem niet alles serieus in deze vlog. Maar dames, doe deze eens aan dan, eentje, even. Nee, maar ik vind het serieus. Ik vind het serieus super vet hoor. Ja, kijk dan. Het voelt wel heel groot. Ja. Ja, maar sommige... Hij is ook best groot, kan ik je vertellen. Die kleur staat wel, zeg maar. Hé, maar dit kleurtje zit ook in mijn kleur. En dan geef me zo'n Samantha dan. Ja. Ook niet slecht hoor. Ja, maar wij lijken ook op elkaar. Zo hard hakken eronder. Ja, dat wou ik zeggen. Berenman. Ja, beren gezellig. Eentje voor Samantha, eentje voor Myron. Dus klittenband. Oh, nee. Klittenband. Oh my god. Is het toch? In a Barbie girl. In a Barbie world. Ja, maar dit is wel een beetje het idee, dat jullie allebei hetzelfde aan hebben. En wat denken jullie van deze dan? Ja, dat vind ik vooral wat voor Marvin. Niet voor Samantha. Nee? Nee. Oh, dan hang ik hem weer terug. Of niet? Ja, ik weet het niet. Ja, dit kan. We moeten een beetje een mix vinden tussen wat jullie allebei mooi vinden. Ja, dat is dus een mix tussen echt best wel vrouwelijk en stoer. En heel glitterig. Ja, Samantha kan ook een keertje stoer. Ja, Marvin kan ook wel een keertje sexy. Nee, oh, sexy ben je al. Nee. Sexy doe je al. Nee, hoe zeg ik dat? Kan dit eruit geknipt worden? Zo bedoel ik het niet. Oké, we gaan over naar de zwevende kerstboom. Wow. Het is echt niet normaal rustig, dames en heren. Wij hebben expres gekozen om hier vandaag om 10:00 ochtends al te zijn. Want als je hier komt later dan ongeveer 12:00, 1:00, dan is het echt mega druk. En al helemaal in het weekend. Dus vandaar dat we er nu gewoon meteen bij openingstijd bij zijn. Dan kunnen we gewoon even lekker rustig ons dingetje doen. Ook al moet ik wel zeggen dat ik zo net beelden heb moeten verwijderen die ik hier heb opgenomen. Omdat ik niet mag filmen met mijn vlogcamera. Want dat is een te professionele camera. Dat mag niet hier in de winkel. Dus ik heb helaas wat moeten verwijderen. Maar ik mag wel met mijn telefoon filmen. Dus film ik maar alles met mijn telefoon. Gelukkig heb ik een goede telefoon en heeft hij ook een redelijk goede camera met wel redelijk goed geluid. Dus ja, helaas. Maar we doen het met de telefoonbeelden. Oké, dames. Even aanpassen, dames. Ja, dit krijg je met Enzo. Dat krijgt allemaal van die rare... Dat lijkt op een draakei. Een draakei. Je moet ook zo'n rondje draaien. Nee. Ja, hoor. Dat geluid. Kijk, hoor. Ja, er komt als een donderslag binnen dit. Ik wil even een hele grote stappen nemen. Oké, laat maar. Doe maar uit. Oh ja, zo. Oh, ja. En dan lopen. Niet raakt geïnspireerd door Nicky? Ja, dat snap ik wel. Oh, ik vind dit wel goed hoor. Kijk, kijk. Een mooi balletje erboven. Zo, ja. Dit is wel vet hoor. Oké, alsjeblieft. Eentje is voor jou, eentje is voor... Deze is voor... Kijk, deze is voor jou. Nou. Wat gaan we eerst gaan doen? Die rok? Ja, dat rokje. Oké, nice. Ik ben heel benieuwd. Kom zo naar buiten. Ja, ik mag hier niet zijn, dus ik wacht buiten. Hey! Hey! Hey, ik vind het wel leuk. Ja joh. En het is top. Gaaf hoor. Myron, ja. Zullen wij teruggaan in de paskamer? Kom Myron. Daar gaan we. Hey, Myron later. En ik even naar de paskamer. Sorry Saïd. Was Myron niet, sorry. Was vergissing. Nee, maar ik vind dit oprecht heel gaaf hoor. Gaan ze wel bij elkaar staan als jullie willen? Ik vind het leuk. Zet dan even de sok aan. Oké, dames en heren, daar komen ze voor ronde 2. Oh, ook mooi. Ook heel erg mooi. Ik vind dit heel erg mooi, maar ik vind die andere net even iets leuker omdat er wat wit ook in zit. Deze is te simpel. Deze is, ja, gewoon, ja. Hij is leuk, maar simpel. Ja, hij is leuk, maar simpel inderdaad. Maar zijn jullie het ermee eens dat die andere leuker is? Nou, ook niet. Nee? Nee. Oké, nou, ik vind die andere wel leuker. Jullie mogen beslissen. Ja, net even meer contrast erin. Ja, goeie, mooi gezegd. Ja, ja. Ja, dus. Ja, dit is wel leuker, maar, ja. Nu wordt het een beetje een tennis outfitje. Ja. Een tennisracket in de hand, ja. Zo'n bal in je zij toch? Ja. Nee, ik denk dat het beste jullie even die andere outfit kunnen pakken. Je eigen kleren weer aandoen. Dan rekenen wij die alvast af. En dan gaan we naar boven voor een panty zoeken en nog schoenen. Okay. En dan aan het einde doen we alles weer aan om het totaalplaatje te laten zien. Waar geven we het nu? Ja, is goed. Nou, netjes. Hey, jij bent lekker bezig. Goed, hè? Ja.
De mama is nog uit de kelder halen. Ja, Sjiet die heeft nog even gebabbeld met een vrouw daarachter. En die is nog even een outfitje uit de kelder aan het halen. Dus daar komt ze nog mee aanzetten. Dus die gaan ze ook nog aanpassen. Maar dit is in ieder geval echt wel een hele vette outfit. A few moments later. Oké, we zijn nu even aan het wachten. Want de dames die zijn weer aan het passen. Sjiet had ook nog een heel erg leuk idee over deze twee mutsen. Myron die heeft wel echt een mutshoofd. Ik weet niet, heeft Samantha dat? Ja, ik vind het wel sexy als Samantha een muts op heeft. Nee, ja, echt. Ik vind het wel sexy. Ja? Ja. Oké, dus we hebben hier twee mutsen. Daar kunnen ze eventueel nog aan. We hebben ze een leuke broek gegeven. Die heeft Sjiet uitgekozen. Shirt heb ik uitgekozen. Dus zo hebben we gewoon samen elke keer dingetjes die we allebei vet vinden. Ik denk dat dit outfitje ook heel erg vet is. Myron is er niet zo heel erg van, maar... Dus ik zag een panter voorbij sprinten. Oké, laat de modeshow beginnen. Wow, hè? Wie is wie? Oh, hey! Ik ga maar van rechts kiezen. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het bij Samantha heel leuk. Voor mij vind ik het echt helemaal niks. Nee? Nee. Ja, bij Samantha maar... Ja, hoe kan Samantha dit gewoon supergoed hebben? En vind ik het bij Myron mooi? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Oké, we doen het. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik kreeg de broek ongeveer tot hier. Oh ja, je hebt... Oh, echt? Ja. Ik heb mijn eigen broek aan. Dat is het voordeel van niet sporten. Ja. Nee, maar ik... Ik wil dit heel snel weer uit. Oké, doe maar snel uit dan. Maar dan pakken we iets anders. Oké, jullie zagen gewoon heel erg dat Myron zich daar echt niet prettig in voelde. Dat is ook helemaal niks voor Myron, dat panterprintjes en dingetjes. Daar moet je echt van houden. En dat moet je echt met zelfvertrouwen kunnen dragen. En Myron die vindt dat echt helemaal niks. Maar zo gek, hè? Ik weet niet, misschien zijn er wel mensen die het Myron heel mooi vinden staan, hoor. Maar ik vind het zelf niet zo mooi staan als ik eerlijk ben. Gelukkig zij zelf ook niet. Maar Samantha kan het echt goed hebben. Die staat het echt weer heel goed. Zo gek, hè? Hoe dan? Nou, in ieder geval... Dus ze gaan nu een outfitje aandoen. Ik denk dat deze ook echt gruwelijk vet zou zijn. Het is een hele mooie broek. Een beetje zo'n, het is niet echt leer of zo, maar zo ziet het er misschien wel uit. Of het is wel leer, ik weet het niet. Maar in ieder geval een mooie broek, wit shirtje, muts op. Ik denk dat dit ook echt heel vet wordt. Zo heb ik Samantha nog nooit gezien. Nee, wat ze nu aan gaat doen? Nee, denk ik niet. Ik met zo'n shirtje en muts. Ik ga met Myron weglopen. Dames en heren, in 3, 2, 1... Woe! Zo. Ziet er leuk uit. Hé, hey, heel gaaf. Wow, kijk, nu lijken ze helemaal erg op elkaar, hè? Dit is echt heel erg. Gaaf, hoor. Alleen de broek is dus nu niet hetzelfde. Nee. Je moet eigenlijk inderdaad nog even de broek van Samantha aan hebben. Nu lijken jullie echt heel erg op elkaar. Ja, echt bizar. Ik vind dit wel heel leuk. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik zou doen. Gewoon, vind je het mooi? Ja, ik vind het mooi. Oké. Ik vind het helemaal mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ja. En het is ook lekker luchtig, het is niet zo bloed heet hier. Nee, dit is wel... Nee, ik vind het echt serieus. En waar zouden jullie zelf voor kiezen? Voor dat rokje of voor deze? Maar ik moet zeggen, ik vind het rokje ook wel echt heel leuk. Want dat is uit mijn conclusie. Ja. Dit is echt precies mijn... Ja. Dit zou ik vind het echt fucking. Maar ik vind Myron altijd echt lief genoeg om haar twee outfits te geven. Wat jij, bij Samantha. Ik swipe op, doe ze dan voor de... Welke moeten we dan nu? Ja, ik denk dat dit wel chiller is, ook met het weer en zo. Maar moeten we dan nog schoenen? Ja, jullie hebben sowieso nog schoenen nodig en een panty. Ja. En dan hebben jullie twee outfitjes. Oh ja, eigenlijk een jas ook nog. Dus een jas, panties en schoenen. Dat zijn nog drie dingen die we moeten halen en dan hebben jullie twee outfitjes. Ja, en Marcelanda had ook een zwarte broek aan. Dus we kunnen er gewoon onze eigen zwarte broek aan houden. Ja. Dan is het alleen die shirt. Eigenlijk niet. Nee, want jij vindt die mooi. Ja, of die, maakt niet uit. Maar moet... Ja, maar deze is van Myron eigen. Ja, maar zij heeft ook een eigen zwart en die lijkt heel veel op deze. Okay. Dan is het goed, ja. Ja, ja. Oké, okay, schilder klaar. Ja, dat is goed. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen bij de schoenenafdeling. En hier zo gaan wij schoenen uitzoeken. Ja, je verwacht het niet, maar zeg zo. Nou, zoals jullie zien, hier hebben we Gucci, hier hebben we Saint Laurent, als je het zo uitspreekt. Hier hebben we Balenciaga. We gaan gewoon even op zoek naar goede schoentjes. Wel gruwelijk hoor, kijk deze. Oh, zo vet. Deze vind ik echt heel vet. Oh, deze zijn vet, hé. Oh my god, gruwelijk. Maar hier zie ik Myron dus niet mee lopen, maar ik vind het wel heel vet, hoor. Oké, we moeten even één verdieping naar beneden. Want ze hebben alle schoenen op de derde verdieping. Behalve dit merk hebben ze op de tweede verdieping. Omdat ze hun eigen winkel hebben of zo. Ik heb geen idee. Dus ik hoop dat we het gaan vinden. Oké, de schoenen hebben ze hier beneden ook niet. Dat was die winkel. Die daar, Dior. Maar het is dus blijkbaar zo dat de schoen die wij wilden halen voor Samantha en Myron. Die heb je alleen voor mannen. Die heb je niet voor vrouwen. Dus alle vrouwen die die schoen dragen. Hebben gewoon het van de mannenafdeling blijkbaar. Dat werd mij net verteld bij Dior. Ik had geen idee. Goed dat we het nu wel weten. We
moeten dan helemaal weer naar boven, want daar is de schoenenafdeling. En dat is het laatste wat we nog moeten halen voor de dames. Dan zijn ze helemaal compleet. Maar Shahid heeft nog niet ontbeten, dus we gaan eerst eventjes wat eten halen. Ik ben gewoon nog nooit een Madame Tussauds geweest. Nee? Nee. Echt niet? Nee, ik heb alleen jouw vlog gezien. Oh, dan gaan we mij even bewonderen straks. Wel raar om te zeggen zo, maar dan gaan we mij even bewonderen straks. Hé, hey, hij staat daar. Ik ben er gewoon binnenlopen. Ja, tuurlijk. Denk je dat ik mijn eigen wassen beeld heb en moet betalen altijd? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Maar nee? Nou, ik regel voor jullie gratis kaartjes. Ja. Ook voor jou. Oh, toch wel? Ja. Maar je hebt toch gewoon alles in het heel klein dus. Wat is dat dan? Dat is Maduro Dam. Oh, daar ja. Ik ben er nooit geweest. Ja, Maduro Dam, daar wil ik nog een keertje heen. Want ik ben er ooit een keertje heen geweest. Als heel erg klein kind. Met mijn opa en oma. Haha, leuk als iemand een grap maakt. Enzo, ik ben nu nog steeds een klein kind. Ik weet het. Maar toen ik echt zo was ongeveer. Toen ging ik naar Maduro Dam. Dat was echt geniaal. Daar heb je alles in miniatuur. Alles in heel klein. Dus heb je alle steden nagemaakt en zo. Dat is heel gaaf. Maar goed. Is Sheet ontbijt aan het halen? Ja, is hij binnen? Wat een ontbijt, hé. Nou, en hier hebben we de Bijenkorf. En Madame Tussauds is daar op de Dam, hierachter. Dus helemaal top, alles bij elkaar. En het is echt kak weer. En ik noem dit echt perfect weer om te shoppen. Echt gewoon perfect. Want het is de hele dag regen. Nu misschien niet zo hard, maar het gaat straks wel heel hard regenen. Dus dit is echt helemaal perfect zo. Nou, lekker ontbijtje, maat. Oh. Oh. Dat je dat naar binnen krijgt in de ochtend, joh. Hier komt stoom vanaf, hé. Het is 11:30. Ja, maar je hebt nog niet ontbeten, om 11:30. Nou, we gaan straks weer naar binnen. Maar zijn jullie al blij? Ja. Oh, jij ook een burgertje? Ja. Nou, mooi. Oké, okay, alleen nog schoenen, hè? Ja, ik hoop dat ze die allebei in jullie maat op de mannenafdeling hebben. Ik ben benieuwd. Ik had het in mijn hoofd en ik dacht, ik weet welke je bedoelt. Maar volgens mij vallen die nu af. Dus ik word verrast door jou. Ja. Ik ben benieuwd. Heb je deze in maat 38 en 39? Ga ik even kijken. Oké, okay, graag. Ja, deze zijn gruwelijk, hè? Ja, man. Deze zijn echt heel vet. Wat is dit dan? Dit is weer een andere of is dit hetzelfde? Gewoon een grotere maat of zo? Dit kan in principe ook, als je zwart. Want die ja, deze kan ook. Ja. Ja, zeker. Maar ik vind die witte eerlijk gezegd mooier. Dan wordt het lekker snel vies, hoor. Ja, het is niet echt nice voor het weer. Wat zie jij nou weer? Ik ben Boer Hams en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco. Ik weet het, het is niet tegenhoog, maar het is zo. Ja, maar dit is modesheet. Dat snap jij niet, denk ik. What the fuck? Ja, kijk dan. Bizar, hè? Kom maar erin. Mooi, ja. Lopen ze een stukje dan. Hé, maar dat is wel makkelijk voor in als we op wintersport gaan. Ja, ik vind wel wat hebben, hoor. Ja, gruwelijk, man. Oké, okay, het is heel spannend, dames. We hebben twee schoenen gevraagd of ze maat 38, 39 hebben. Dat hebben ze niet. We zijn nu aan het vragen of ze deze, maar dan in het zwart hebben. In maat 38 en 39. Maar we wilden eerst deze doen. Toen wilden we deze doen. Ja. En nu zijn ze voor de zwart aan het kijken. Echt? Ja, dus ik hoop het. Ik hoop het. Maar vinden jullie ze mooi? Ja, ik vind die schoenen echt heel mooi. Ik dacht ook dat je deze bedoelde. Ja, jij zei het net al. Ja. Ja, hè? Maar ik wist niet dat het mannen schoenen waren. Ja, nee, als je hebt ze niet. En vrouwen? Ook niet. Ook niet? Nee. Oh, jammer. Ik heb ze gelijk even van allemaal gecheckt. Oké, okay, helaas. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor de moeite. Nou, moeten we verder kijken? Ja. Dan moeten we weer naar de damesafdeling. Die glitterschoenen. Ja, jammer is dit, hè? Maar goed, we gaan verder kijken. Maar deze zijn wel echt, deze zijn echt dope. Ja? Deze zijn heel vet. Hey, Sheet, ik heb een schoen voor jou gevonden. Wat? Oh my god. Wow, dan kan ik hoog springen, gast. Hallo? Ziek, hè? Oh, dat deed ook, hè? Ja. Ik heb er niet eens gezien, ik zat hier naar te kijken. Maar dat is dus allemaal een beetje dat gekke designer shizzle. Maar zou je hier mee lopen? Ja, ik weet niet, ik vind het wel vet. Maar ik zou er niet mee lopen, denk ik. Maar ik vind het wel grappig. Oké, okay, we hebben ondertussen een andere schoen gevonden. Deze is ook wel heel erg vet. Ze hebben in ieder geval wel de maten, maar het moet ook nog goed zitten. Maiwen is nu aan het passen. Samantha die is daar verderop aan het passen. Tweeling. Er werd gevraagd of Samantha en Marvin tweeling zijn. Geniaal. Maar dat bedoel ik, dat hebben we dus echt vaak. Dit is wel gaaf hoor. Zitten jullie ook goed? Ja. Ja? Oké, okay, dames. Jullie gaan een nieuw outfitje aandoen. Ja. Yes. Muts en een t-shirt, toch? Oh, ik dacht het rokje en alles. Ja. Ah, ik wil eigenlijk graag wel het outfitje nog even zien. Ik ook. Ja. Okay. Ja, ja, ik ook. Die. Dan duurt het wat langer. Ja, nee, maar dat is goed. Ja. Nou, wij gaan hier nog even wachten. Ze komen elk moment. Dus, nou niet elk moment, want we moeten even wachten. Het gaat nog even duren, maar ze komen straks naar buiten. En dan gaan we dus twee outfitjes zien.
Deze gast, jongen. Maar weet je wat het leuke is? Ga je over de bolt uit. Aangezien zij nu klaar zijn straks, gaan we voor jou beginnen. Daar heb ik echt op gewacht. Ja, oké, dit gaat leuk worden. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe de dames er uiteindelijk uitzien. Helemaal compleet met ook de panties aan. Dat wordt echt vet. En de schoenen erbij. Meanwhile. Kijk wat ze heeft gedaan. Dat is sexy. Hoe ze het ook vast heeft, hè? Ja, knap. Echt knap hoe ze dat vast heeft. Oké, daar komt hij. 3, 2, 1. Wow. Gaaf hoor. Maakt het wel af, hè? Ja, zeker. Super mooi. Ja, ik vind het echt leuk. Ja? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, eigenlijk moet het zo. Ja, we hebben nog wel. Ja, yo, yo, yo. Dit is het petje wat jullie gratis hebben gekregen. Ik vind het echt mooi. Echt heel girly. Ja, zonder pet leuker. Oh, even een luchtje op. Even een luchtje op. Wat een luchtje stiften. Voor als jullie het nog niet gemerkt hebben, we zijn nu de hele ochtend, het is nu 12 uur, we zijn de hele ochtend bezig geweest voor de dames. Die zijn dus nu geslaagd. Maar zoals jullie merken is Sheet een beetje irritant, een beetje vervelend, een beetje grappig. Hij verveelt zich een beetje. Maar we gaan even wat eten. We hebben een koffietje gehaald hier zo. En dan gaan we daarna voor Sheet een outfitje scoren. Dat wordt echt leuk. Oké, dit is even een vraagje die ik ga neerleggen bij Sheet. Ik heb wel eens mezelf afgevraagd, maar echt heel vaak, vanaf kleins af aan tot nu, hoe kunnen sommige winkels nog bestaan. Mijn grote vraag, hoe kan een pannenwinkel blijven bestaan? Je hebt een winkel, bijvoorbeeld in Assen, is een winkel, die verkoopt alleen maar pannen. Pannendeksels en potten. Mijn vrouw heeft ook bij een pannenwinkel gewerkt, maar sommige pannen, van die rode, zware pannen. Stouwpannen. Maar is goed, maar het gaat niet precies om dat, maar ik snap wat je bedoelt. Oké. Begrijp ik ook niet. Lijkt wel witwassen van iets. Ja. Ja, maar echt. Ja, een soort schel Je ziet nooit winkel. Iemand in de winkel. Nee, je ziet nooit iemand. Ik weet het niet. Misschien... Dat is bizar, toch? Ja, misschien als hobby. De mensen ja, maar zo heb ik me dus ook afgevraagd, hoe kan een condomerie bestaan? Ja, maar die heeft iedereen nodig, toch? Ja, 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 gaat een pan ook. Je gaat ook niet met de jas onder de douche staan. Ja, die heeft iedereen nodig. Ja, gast. Ja, maar hier is dus een winkel, de condomerie heet dat. En dan kan je dus blijkbaar condooms kopen. Nou, we gaan er even naar binnen. Ik weet niet of ik mag filmen, ik probeer het. Maar we gaan even checken. Even condoompjes scoren. Moeten we nog voor jou halen, Jur? Ja, Jur. Wat? Huh, wat? Het doet net alsof je niet weet waar het over gaat. Wat? Hey, we weten nu wat voor schoenmaat iedereen heeft. Hey, kom, we gaan even kijken bij de condomerie. Je hebt een Pokémon condoom. Pikachu. Ik kies jou. Ik wilde altijd al een Pikachu. Pikachu. Kijk deze Pikachu, echt ziek. Serieus, we staan er zulke grote. Oh my god, dit hangt gewoon aan de wasrek. Oh. Oké, ik heb wat leuke dingetjes gekocht bij de condomerie en Sheet ook. Dus dat laten we straks wel even zien. Het is geniaal. In ieder geval, we gaan nu even shoppen voor Sheet. Dus we gaan hem even helemaal stylen. Ik ga eventjes een rondje maken. En dan moet je me ook gewoon, je wilt nieuw riem? Van alles, gewoon helemaal compleet. Tot sokken, tot... Alles. Oké, komt goed. Ik ga mijn best doen. 20 minutes later. Oké, ik heb hier wat kleren gepakt voor Sheet. Ik heb een beetje standaard nu nog gedaan. Maar het is wel heel vet. Gewoon een spijkerbroek en een shirtje. Een wit shirtje. Dus ik ben benieuwd. Doe dat eerst maar. Ik denk dat ik een maat groter moet, man. Maar broek? Ja, deze stof is niet echt stretch. Oké, ik vind het wel vet al. Dat is een beetje sweat, los. Ja, het is gewoon een beetje white. Een beetje baggy. Wat vind je van het shirt dan? Die is wat meer baggy dan je gewend bent. Heel raar, kijk. Kijk hier dan. Heel anders. Ja, hè? Ja. Het is echt anders of je een strak shirtje aan hebt of gewoon helemaal baggy. Ik heb hier nog een ander broek. Doe anders deze van. Snap je? Gast. Ja, snap je. Waarom heb je hem al ooit aangetrokken? Hij krijgt er niet meer uit. Gast, zo, die ga je niet maken. Ik zweer het je, die ga je niet maken. Ja. Jezus. Nu die andere nog. Nee, shoppen. Hé, je wou toch skinny? Zo, ja, maar dit. Oh, ja, zo gaat het, hè, man. Oh, yo. Hij trekt hem dan ook gewoon aan. What the fuck, is deze kleiner of zo? Huh?
Ja, een rare maat. Ik snap die maat niet helemaal. Dit is een grotere broek dan die je net aan had. Ja, dit is wel vet, hè? Ja, ik pak een grotere maat voor je. We doen ondertussen deze maat. Ja, we staan er. We zijn er. Opschieten. Hup, 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 hup. Dit is een kill. Kijk eens hier. Ja. Wat heb jij nou weer? Is die zo groot? Ik vind het wel. De schoenen passen helemaal mooi bij. Ja, ik vind het wel puurlijk aan. Daar heb ik wel knop aan sokken. Ja, 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 ja. Ja, ik vind het. Ja, toch? Deze motto. Staat wel goed toch, een keertje? Alleen de broek niet, hè? Dus echt, De broek is te wijd. Ik vind dit shirtje vet. Ik vind die outfit die je net aan had ook vet. Met die broek en dat witte shirt. Pak wat dan? Ja, wil je die meenemen? Hij koopt al best veel. Ik heb hier al 2 shirts, 1 broek. En hij heeft nu ook nog zelf eentje uitgekozen. Gaat best hard zo. Ik heb hier eentje gevonden. En die is ook meteen voor mijn vriend de steenpuist in mijn nek. Wow! Dat is perfect, ik kan mijn steenpuist mooi in. Wat de fuck? Waarom? Dat past echt bij jou. Ik vind wel dat je deze ook even moet passen. Casablanca. Casablanca. Nee, dit broekje is wel hard hoor, met deze. Ja, dit draag je zeg maar als je een Marokkaans feest hebt. Dat je echt in... Ja, veel mensen weten niet hè, dat jij Marokkaans bent. Alle Marokkaans. Ja, deze vind ik vet hoor. Besef gewoon, dit is een maatje XL, maar deze is perfect. Ja, denk je? Ja man, even dicht doen. Als je nu al zo geïrriteerd raakt aan die rits, dan zou ik hem niet kopen. Hey, maar je kan altijd nog fake Gucci halen hier zo. Ja, ja, ja. Dit is gewoon een nieuwe collectie van Gucci blijkbaar, maar er staat gewoon fake op. Gekke keuze. Ik vind deze vet. Vet hoor. Wat vind jij, Samantha? Ik vind het ook wel mooi. Ja, maar dit zeg maar. Ja, ja maar dat hoort gewoon zo. Dan kan je gewoon open laten of dicht, wat je wil. Je ziet het niet raar, dit. Nee, dan moet je hem dicht doen. Ik vind dit echt nice. Maar ja, je moet het zelf ook mooi vinden. Doe eens even een stukje hierheen lopen. Ja, maar hij past je echt, man. Ik vind hem echt gruwelijk. Oh my god. Ja. Dit loopt echt voor geen meter. Nee? Alsof ik hakken aan heb. Ik heb mijn teentjes. Dit is echt verschrikkelijk. Wordt het hem niet? Als ze lekker zaten, heb ik ze gekocht, maar niet. Helaas, ze zitten niet lekker. Kun je passen? Nee. Hij zit er gewoon allemaal in de goed. En? Ja. Je hebt gewoon een trampoline, een vering onder je hak. Een soort van bergvoet, maar dan wel op een grondje. Zo'n soort van vrij, gewoon. Ja, dat wel. Ja, gewoon ja, ik ben je tenen weg. Hij vindt hem dus top. Ja, jij vindt hem top. Ik zou ze halen. Wil je de andere kant ook nog even pakken? Nee. Jawel, doe maar. Dan is hij over. Ja, ik vind het echt net. Jij deze. Volgende heb ik al 5 minuten nodig om je schoenen aan te doen. Zo, mama. Ik krijg die linkse schoen niet aan. Ik krijg ze tegen hier. Ja, dan maar niet. Je hebt nog nooit iemand gezien passen. Nee, ik heb het nooit gehad. Ik was al benieuwd. Ze hebben sheets maat niet in die Balenciaga schoenen die ik ook vaak draag. En maat 44, dus dan moeten ze me al mijn bestellen. Shit! Wow! Waarom staat altijd alles jou? Waarom is dat? Zij vinden het nog vet ook. Kijk wat ik aan heb, mensen. Okay. Ik heb gewoon lekker wijd broekje aan. Maar ik heb Dalmatie. Dit is een maatje M, dus het moet eigenlijk nog maatje L. Maar ik vind het wel geniaal. Kijk dan. Grandioos, toch? Ik zie het straks lopen. En dan ga ik zo van achter en dan pak ik zo zijn hand. En dan. Ja. Ik denk het gewoon. Ja. Ik kan altijd gezellig blijven staan. Ja, is dat? Echt gewoon een beste. Zeker. Hey joh! Hey, stop! 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 Wow! Je had even vandaag, kom maar, denk ik. Wow, jullie hadden echt goed in de zijn. Ik zat gewoon lekker chill te praten, weet je. Ja, ik zat er al. Ik zat al stiekem te filmen. Maar we zijn klaar met de Bijenkorf. Het wordt nu een beetje te druk daarbinnen, ook in die winkel. En het duurde allemaal best wel lang. Dus hebben we maar besloten, omdat Sheet en Samantha uiteindelijk ook weer naar huis moeten voor de kinderen. Hebben we maar besloten om nu naar Madame Tussauds te gaan. En Jurriën en Sheet zijn nog nooit in Madame Tussauds geweest. Jij wel, Samantha? Nee. Ook nog nooit. Ja, Maiwen en ik wel vaker. Dus des te leuker dat we dat nu nog even pakken in plaats
plaats van dat we nog langer in de Bijenkorf zijn. Je hebt in ieder geval een paar mooie kleren bij. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, toch? Ja, zeker. Vind echt heel erg nice. Zijn die beelden, zijn dat van Waschum of weet dat van Waschum of zo? Er was iets mee met die beelden. Waarvan is het gemaakt? Daar wakt iets mee. Ja, wax of zo, toch? Ja, toch of niet? Was. Nee, was. Ja, was. Het heet ook een wassen beeld. Oh. Ja, het is van was. Dat was altijd al. Ja, maar dan kun je ook aardig op beelden maken, man. Met al die was die je doet. Jongen. Sorry. Hey, vet, ik vind het echt leuk om daarin te gaan. Ik rijd er zo vaak langs, ben er nog nooit geweest. Echt, vind ik echt leuk. Ja, het is ook heel erg gaaf. Je zou zeggen dat het geen attractie is, maar dat is het wel. Ja? Ja, serieus. Je ziet wel even de toerist uithangen hier op het plein. Hey, postduif! Oh, wat is dat joh? Geniaal. Ja, zo moet je 2 uur blijven staan. Ik ben niet echt een goede vogelverschrikker. Nee, hè? Dit is geniaal. Maar kijk ook hoeveel hier, joh. Oh. Niet normaal. Kijk dan, joh. Ik kreeg hem ook! Wow! Oh, weet je wat ik koud? Hij zit gewoon echt op je petje hier. Geniaal. Nog meer. Hé, hey, hij zit ook op mij. Wat doe jij? Ik heb geen eens iets. Ze zijn zwaar! Hij zit zwaar! Waarom heb ik dit gedaan? Ik kijk hem ook staan. Waarom heb ik dit gedaan? Probeer nu eens de weg te lopen. Daar gaat hij hoor. Kom, we gaan naar Madame Tussauds. Kom, let's go. Hij neemt er gewoon een paar mee naar huis. Hier, ze gaan allemaal achter hem aan. Kijk dan. Follow the leader, leader. En je hebt allemaal volgers erbij. Het contactpersoon wat ik heb bij Madame Tussauds, die heb ik niet meer. Dus we moeten heel even gaan kijken of ze mij herkennen en of ik naar binnen kom. Dan gaan we. Hi, ik kan mijn beeld bekijken. Ja, zeker. Zegt ze, soms doet de lift het niet goed. Ja, soms. Dat stort niet meer. Dat stort niet meer. Nou, dit is vet hoor. Take a breath. We're in space. Oké, daar gaan we, dames en heren. Let's go. Rode lampen. Nou, daar zijn we. Ta-ta-ta-ta. Nou, we gaan hier even op de foto. 3, 2, 1. Check it on this side. 3, 2, 1, koekje! Yay! Have an amazing day. Ja, thank you! Hey, Johnny Depp. Wow, kijk hoe ze dit hebben gedaan. Check dit. Wow, dit is wel gruwelijk hoor. Dat hebben ze echt vet gedaan. Je zou maar zo'n tattoo echt daadwerkelijk kunnen hebben dat het beweegt. Wow, kijk hoe gruwelijk. Ja, gast! Daar ga ik! Wee! Itchy, let's go! Ja, dit blijft echt een van de lievelingsfilms. Ja, is zo leuk. Dit is zo vet. Samantha en Myron, zullen we even een foto van jullie maken? Ga er maar bij staan. Ja, de man moet hem ook Oh! Ja, ik wil even een battle doen. Dit is zo leuk. Test je reactievaardigheden. Hoeveel kan jij raken in 30 seconden? Dat is vet. Kom op, Sheet. Go, go, go! Go, go, go! Dit kan sneller! Dit kan sneller! Oh, ik ben benieuwd. Je hebt nog 10 seconden. 46! 46 in 30 seconden. Doe jij? Hij is er klaar voor, hoor. Ja, ik heb hem weer zo. Oh, 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 oh! 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 O
Ben. Nou, dit gaat lekker hoor. Goed drukken, goed drukken. Nou, dit gaat nog best goed. Oh, 40. Precies 40. Nou, nu Samantha. Kom op, Samantha. Je slaat wel hard, hè? Ja, dat doe ik. Ben je nagaan bij mij? Kom op, evenveel als Jur, snel. Snel, snel. Evenveel als Jur, dat is 40. Oh, Jur 40? Oh, 32. Nou, je hebt meer dan 1 per seconde. Ja, dit is verslavend hoor. Hij wil het verbeteren. Ik 47, hij 46. Ja, dit wordt wat hoor. Hij doet het niet. Hij blijft hangen. Hij was zo snel. Ja, je was zo snel. Wat is dit? Ah, oh, hij bleef hangen. Dat is lullig. Wow, gast. Dit gaat heel goed. Oh! Net zoveel. Oi, oi, oi. Nou, dan ga ik nog een keer. Let's go, Jimmy. Iemand is, ja. Ik dacht echt, oh, straks is het wel echt. Ja, je komt serieus vanaf hier binnen, tussen de headset door. En vanaf hier lijkt het serieus alsof daar gewoon iemand een foto aan het maken is. Maar dit is dus de DJ-gedeelte. Martin Garrix, Afrojack, Hardwell. Wow, lijkt echt alsof er echt iemand staat. Het is zo bizar. Oh! Het is gewoon nep iemand. Ik dacht dat die man er... Nee. Wow, ik dacht dat die man er echt gewoon stond. Ja, dat zag ik ook! Je verwacht het niet. Nee, dat is het mooie gewoon. Oh. Zo erg lijken ze nu op elkaar, echt bizar. Oh mijn god, weet je wat we nu ook kunnen proberen? Nou? Of jouw Face ID het doet. Oh ja. De telefoon. Ja, dat is een goeie. Vert, hè? Oh mijn god. Als je nu naar links kijkt in de verte, dan zie je mij al. Oh, wat vet. Mooie plek, gewoon echt gewoon hoog. Ja, het is echt een hele mooie plek hoor. Het is gewoon de hoogste. Ja, je kan ook een vlog met mij opnemen. Echt? Ja, ja, geniaal hoor. Wow, wow, hallo. We lopen eventjes door. Ja, dat is Donald Trump, maar die is niet meer. Dat is nu iemand anders geworden, hè? Biden. Ja, dat is Biden geworden. Sorry, Trump. En dan hebben we serieus, voordat we bij mij komen, hebben we eerst... Hallo, goeiedag, uw hoogheid. Hey, daar hebben we eerst het Koningshuis. Deze is echt heel goed gemaakt ook. Wow. Maar dan komen we hier bij mij uit. Kijk, met mijn scheur in mijn broek. Tadaa. Hij heeft wel mijn oude camera. Ja, klopt. Hij heeft mijn oude vlogcamera. Hoe lang is het geleden?
Hoe lang is het geleden? Oeh, jeetje. Zou ik geen eens meer weten hoe lang dit geleden is. Maar ik vind hem nog wel goed hoor. Ik ben wel echt... Enzo van een paar jaar geleden. Ja, vind je het een Enzo van een paar jaar geleden? Ik vind het niet op jou lijken. Niet meer echt op jou lijken. Zou ik er eens naast gaan staan in die positie? Ja. Zo moet de vlogcamera. Ja, je ziet het wel, maar het is wel echt een beetje een ander gezicht geworden. Ja, natuurlijk. Je verandert altijd een beetje. Ja. Ze hebben de tattoo nog erbij gedaan. Ja. Dat is wel vet. Maar ze letten wel op die details. Ik bedoel hier. Maar zullen we eens even kijken? Want ik heb natuurlijk een nieuwe tattoo. Ja. Zullen we eens even kijken? Ai, ai, ai. Nee, die is er niet. Die is er niet. Zo gewoon. Kou knietje. Ja, die moeten ze nog even toevoegen. Ja, kijk, daar gaan we. Moet natuurlijk wel bij de tijd blijven. Ja, dus beter. Ja. Even geüpgrade, maat. Ja, nu lijkt het wel veel meer, hoor. Nu beter, hè? Ja, toppie. Geniaal. Echt geniaal. Ja, geniaal, hè. Ja, dit is wel echt, het blijft echt vet, hoor. Ja. Wil je van mijn vriend afblijven? Oh zo. Zeg, die heeft een foto met de kerstman, maar geen eens met mij. Nee. Wat is dit nou weer? Wil je niet met Enzo op de foto? Hij pakt hem even bij de kerstballen. Ja, ik moet Enzo op de foto. Hier, gast. Hey, hallo. Oh, oh mijn god, het moet hier. Ja, waar heel zijn we ik voor? Ik zag hier een groen dingetje, ik denk scan even. Maar het moet hier. Ja, maar dit hebben ze nieuw dan hoor. Ik heb een invalide code. Invalide. Oké, dames en heren, eigenlijk moet hij nog heel eventjes af. We hebben deze nu opgedaan. Maar we gaan even een test doen. De Face ID check van iPhone. Herkent mijn wassenbeeld mijn telefoon? Of herkent mijn telefoon mijn wassenbeeld? Laat ik het zo zeggen. Nou, als dat lukt. Als dat lukt, hè. Dat zou wel. Hebben we ooit getest al? Ik heb nooit getest. Dit is de eerste keer. Ik ben heel benieuwd. Doe deze nog even af. Zo, gast, als dat lukt. Dat is niet normaal. Het staat op slotje. Ik hou hem niet bij mijn gezicht. Oh, nee. Nog een keer proberen. Hij moet wel nadenken. Nee, hij doet het niet. Oh, dat had ik wel gedacht eerlijk gezegd. Lok, doe ik hem weer aan. Nee, hij gaat heen en weer trillen, hij doet het niet. Maar hij herkent het dus wel als zijn gezicht, want hij trilt heen en weer. Ja, hij herkent wel als zijn gezicht, maar niet mijn gezicht. Dus het is goed gelukt, mijn land zo, maar niet zo goed dat ik mijn Face ID kan gebruiken op mijn wassenbeeld. Nou, doe het mondkapje erom. Mag ik ook nog even met hem op de foto? Nee, hoe is dit gelukt dan? Zo, kip erop. Ja. Nee, maar hij is echt heel goed gelukt. Ja. Ik vind het echt nice. Ik vind het echt vet. Ik ben nog steeds dankbaar dat hij hier staat. Het is wel echt een eer. Zeker. Wel echt super vet. Gaat je goed makken? Zeet, kom eens bij. Heel veel mensen weten dit niet. Maar je kan die taxi optillen aan de onderkant. Nee, die kan je omhoog tillen. Oh ja, zie je wel. Ja, doe maar. Dit is wel geniaal hoor. Ja! This is perfect. Nou, dan zijn we in de gift shop. En dan gaan we even naar mijn hoekje hier zo. Hoppakee! Hier hangen alle sleutelhangertjes, popsockets, mokken, mutsen, alles. Tassen. En hier zelfs de kersttruien. Ja. Hoppakee, kijk hoe vet dan. Superleuk toch? Geniaal, de kerstsok hier zo. Echt vet. En zo'n knol kersttrui. Ja, het blijft super vet om dit te zien. Niet alleen mijn eigen wassenbeeld, maar ook gewoon hier zo mijn kleding. Heel vet. Echt gruwelijk. Kijk, daar gaan we weer. Kijk eens even. Nou, meer toeristisch dan dit kunnen we niet hebben. Hey maat, hier eten. Kijk, echt smakelijk. Hij gooit het gewoon op. Hij gooit het op. Hij gooit het op. Hij zit op een camera. Oh my god, Myron is er klaar mee. Hier, die duim neemt het op. Hij zat vloggen die duim. Wat doet hij dan? Ga je er vandoor? Ja, hij blijft gewoon zo op zitten. Dankjewel. Wat? Wil je nemen mee, maat? Ja. Hallo. Samantha heeft er ook een. Hé, hij moet niet poepen nu, hè? Hij blijft gewoon op je hoofd zitten. Hallo. Denk je dat het Marvin is?
is of Samantha? Ik ben echt heel erg benieuwd of jullie doorhadden dat al vanaf het begin Samantha naast me liep of dat jullie dachten dat het Maya was. Ik ben heel benieuwd. Doe in ieder geval even een like als je gepakt bent. Oké, we gaan er vandoor. Maar weet je wat grappig is? Samantha gaat serieus met ons mee. Want Sjiet heeft nog een afspraak hier in Amsterdam. Dus wij gaan met z'n vieren vandoor. We gaan Samantha naar huis brengen. En ik zal jullie even laten zien. Sjiet is goed geslaagd en de dames zijn ook goed geslaagd. Dus helemaal tevreden. Perfect. Ja, toch? Nieuwe swag. We hadden eigenlijk dus nog wat langer willen gaan shoppen. Maar het wordt gewoon te laat en we moeten ook nog andere dingen doen, dus we gaan er vandoor. Ja, kan je je kaartje vinden, Shahid? Ja, hoor. Ja, hoor, hij heeft hem gevonden. Nog, hè? Ja, jij zei het nog. Kwijt. Samantha, die zei van, ja, Shahid raakt altijd zijn kaartje kwijt. Altijd. Oh, en hij staat al de hele tijd daarvoor zonder dat hij zijn kaartje kan vinden. Hey! Later! Nou, daar gaat hij. Hier scheiden onze wegen. Hij naar links, wij naar rechts. Doei Amsterdam. Oh, oh. Later. Nou, kijk eens waar we zijn, dames en heren. Zo. We zijn weer in een mooi straatje, hoor. Ik blijf het gewoon bizar vinden hoe mooi deze straat is. Kijk nou, die hele versiering hier zo. Super mooi. Hey, ben je je moeder aan het knuffelen? Of wie is dat? Of is dat Myron? Nou, zo knuffel je mij nooit, Milana. Nee, dat mag alleen ik. Zo knuffel je mij nooit. Dat mag alleen ik. Waar is jouw step? Ja. Nee, hij is niet weg. Je moet hem even zoeken. Waar is jouw step? Hier. Ja, oh, daar is je step. Is hij kapot? Ja. Gaan we maken? Ja. Hier achter ook, Lucia. Hier is ook kapot. Zo, nu doet hij het weer. Nu kan je er weer vandoor. Fijne dag, meneer. Oh, boom. Mag je maken? Oh, nee. Is hij kapot? Zo, hij is weer klaar. Ga maar naar de keuken. Papa, kijk eens even. Dit gaat goed, joh. Oh. Is hij kapot? Ja. Oh nee, is hij kapot? Ja. Hij is kapot. Maken. Maken. Achterkant ook? Zo, hij is weer klaar. Oh nee, kapot! Kapot? Ja! Alweer? Nou, gaan we weer maken. En hij is weer gemaakt. Race maar! Race maar! Jij doen. Ik ben, kijk, klein stukje. Ho, ho, ho. Zo, en nu jij weer. Ga je zo? Wee. Kom maar, Luciano, volg mij maar. Ga maar steppen. Oh, kapot. Weet je wat dus het grappige is? Luciano knalde ergens tegenaan en dus, oh nee, kapot. En toen zei ik van, Enzo kan hem maken. En toen deed ik zo, en nu elke keer, elke 30 centimeter. Enzo, is hij kapot? Is hij kapot? Enzo. Moet je weer maken? Alsjeblieft. Ik kan heel hard naar de steppen. Ja? Doe maar. Jong. Dus nu elke keer knalde Luciano ergens tegenaan en dan zegt hij, oh, Enzo, kapot. Goed zo, Luciano. Oké, we gaan even naar de winkel, want we gaan lasagne halen. Ja, lekker. We gaan lasagne eten. Wat is jongen? Mag ik één ding laten zien in de vlog? Ja, tuurlijk. Oh ja, ga je dat trucje proberen? Ja. Hoe heet jij? Tycho. Tycho. Tycho, die gaat een trucje proberen. Enzo. Ja? Enzo. Is hij kapot? Ja, hij gaat hem elke keer maken. Enzo, zo lukt hij wel. Laat maar zien. Oh, ja, hij kan namelijk een vet trucje, Tycho, op dit ding. Dat is echt knap. Kom op. Hey. Zal ik het ook eens proberen? Ja, ik ga een trucje doen, hoor. Let op, Enzo gaat een trucje doen. Komt ie. Het zou wel kunnen. Ja. Hey, maar Enzo, lasagne moet 40 minuten in de oven. Dus als jullie nu lasagne gaan halen, kan je straks 40 minuten oefenen. Ja, dat is een goeie. Ja. Oké, daar komt ie. Oké, kom. Zag je hoeveel rondjes ik deed? Ja, dat was echt 3 rondjes of zo. Ja, ik ga straks wel weer oefenen. Oké, we gaan lasagne halen. Let's go! En als ik nog één keer Enzo hoor, dan krijg ik 5 euro. Enzo! Ja, dat is 5 euro. Je voeten erin. Zo, en ik wil je niet horen tijdens de foto. Oké. We gaan even boodschappen doen. We gaan dus even lekker een lasagne halen. Nou, dat wordt hartstikke leuk boodschappen. Normaal gesproken vind je niet zo leuk, maar wel met deze. Zo. Dat is één spanazie. Dat is 2. Dat is wel genoeg, denk ik. Oh, we hebben het.
3 lasagne pakken. Zo. En zo. Snap, noedels. We zijn klaar. Goed gedaan, jongen. Toppie. Nou, goed, gewoon afrekenen. Oké? Okay? Gaan wij hierheen. Zie je bij de kassa. Ik ben wel ver gekomen. Ja, je bent best ver gekomen. Wow! Ah, hij wou hem door zijn poortje laten gaan. Oh, ja. We hebben een vraag. Yay! Yeah. Miron. Miron. Deze. Ja! Zal ik hem weer naar jou doen? Even opladen. Ja, 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 ja! Yay! Oké, we hebben de lasagne nog niet in de oven, maar die wordt wel opgewarmd. Ja, het zit er wel in. Oh, zit het er wel in? Ja. Oh, hey. Oh, dit wordt zo lekker. Ken je dit nog? Dat ken ik nog, van dat poeder wat je kan eten. Lekker, hè? Oh, pas op, pas op, pas op. Doe je benen open, doe je benen open. Daar komt ie. Hey! Hij vindt dat zo leuk. Ja. Dit is van dat lekkere poeder, hè? Ja, het staat er van die rommel opgepikt. Ja, ja, ja. Hey! Ga je er zelf ook onderdoor? Maar ik ga nu even met deze bal spelen. En dan ga ik proberen om een trucje te doen. Dat ik ga springen, dat ik de bal laat draaien en dat ik weer terecht kom. Dat zou heel vet zijn als dat lukt. Oh, bijna. Ja, daar gaat hij hoor. Oh! Had je hem? Oh! Had je hem? Ik moest alleen nog verder springen. Ik stond er nu alleen op. Hier! Oh, bijna! Oh, oh, bijna! Kijk eens even wat een lekkers. En dit vind ik zo ontzettend fijn. Het is niet alleen lasagne, maar het is ook spinazie. Voor de ijzers. Yes. En jullie zien er echt leuk uit. Ja, dit is een ander outfitje. Ja, echt heel nice. Van die muts, hè? Ja, weet je wat bizar is? Dit vind ik echt bizar. Het was dus bij elkaar een muts en een t-shirt €180. Nou, dat is al redelijk aan de dure kant. Maar ik dacht dat shirt zou wel iets van €140 zijn. Omdat het duur merk, €140 shirt. En dan die muts €40. Nou, we hebben serieus een ontdekking gedaan. Ja, ik heb kaartjes er niet meer aan zitten. Nee, maar geloof op ons woord dat deze muts is €110. En dat shirt is €70. Nou, ik vind €70 voor een shirt sowieso al duur. Maar ja, weet je, ik heb nu ook een shirt aan van... Fietspot. Fietspomp? Ja. Wat? Oké. Okay. Nou, is goed. Gefeliciteerd. Fietspomp. Oké. In ieder geval, ik heb ook een designer shirt aan, dus dat is ook wel duurder. Maar €110 voor een muts en €70 voor een shirt en het is hetzelfde merk. Hè? Nou, beter ga je hem heel vaak dragen, maar. Sowieso. Doe hem morgen meteen op, ja? Ja, is goed. Nou, we gaan lekker eten. Mm. We gaan een spelletje doen. Oh, hij denkt op de gang, ik krijg straf. Je hoeft niet op de gang. Ja, nou, ik heb geen straf hoor. We gaan spelen. Ik zei, ga maar naar de gang, dan gaan we een spelletje doen. Nee, helemaal huilen. Ja, we gaan spelen. Ik hou jullie zo erbij, ja? Oké, als jullie nou even met z'n tweeën hier zo komen staan. En dan gaan we kijken wie het goed heeft, ja? Oké, dan ga ik als eerste Gio erbij halen. Kom maar erbij. Nog niet kijken, handen voor je ogen. Wie denk jij dat je moeder is? Links of rechts? Kijk maar. Je hebt 10 seconden. Wie is mama, links of rechts? Links. Denk je dat links? Nou, sla maar op de kont. Nu is Milana. Milana is, jij komt zo. Kom maar, handjes voor je ogen. Oké, kom maar hier. Oké, wie denk jij dat mama is? Ga maar kijken, links of rechts? Ga maar heen. Ga er maar heen, lopen. Nee, ogen open. Ogen open. Wie denk jij dat mama is? Ga maar knuffelen. Ga maar knuffelen, ga maar knuffelen. Zit mama? Ik ben niet jouw mama. Kom maar, Luciano. Kom, ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht. 1, 2, lopen. De ogen maar open. Zo. Waar is mama? Loop maar naar mama toe. Wie is mama? Hij ging naar voren toe lopen. Hij wil ook staan, hij wil ook staan. Ogen dicht, wacht even, blijf staan. Kom maar hierheen. Oké, doe je ogen maar open. Links of rechts, mama? Wie is mama, links of rechts? Wie denk je? Rechts. Loop maar naar de achterkant van wie jij denkt dat mama is. Links?
Geniaal! Oh my god! Milana en Virginia hadden het allebei fout. Ja, 50-50. Ja, geniaal! Jij vond het leuk, hè? Oké, dames en heren, dat was echt geniaal. Ik heb ontzettend genoten vandaag. Echt hele goede vibes. Ik heb enorm naar mijn zin gehad. Hopelijk hebben jullie ook genoten van het kijken van de vlog. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol, power!